Hallo, we willen u meenemen met de actualiteit van dit moment. De gewassen groeien snel en we zien dat heel veel percelen al aangeaard zijn en dat er nog een enkel perceel aangeaard moet worden, waar de gewassen zich wat trager hebben ontwikkeld of wat perceel wat eventueel wat later gepoot is. Door de vele neerslag van de afgelopen dagen zien we dat gewassen zich in een razend tempo ontwikkelen, hè, dat er veel bladetages bijkomen. Als we dan kijken naar Phytophthora, is het wel een punt om zeker scherp aandacht voor te hebben. De gewassen ontwikkelen zich snel, er worden snel bladetages bijgevormd, dus die kunnen dan al snel onbeschermd zijn en moeten weer opnieuw beschermd worden. Tevens kunnen door de hoge temperatuur en de hoge luchtvochtigheid de Phytophthora-sporen zich snel ontwikkelen en ook daarmee druk veroorzaken in het gebied. Dus ook dat is een reden om uw spuitschema gesloten te houden.